In tijdvak 5 komt er voor de eerste keer een specifiek stuk Nederlandse geschiedenis voorbij. We gaan het hebben over de Nederlandse opstand, oftewel het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van de Nederlandse staat. Nou, er ontstaat een staat, we hebben dus met politiek te maken, maar tegelijkertijd gaat dat conflict ook over het geloof, dus we hebben het ook over cultuur. Oké, even een stapje terug in de tijd weer. In die 15e eeuw behoorden de Nederlanden tot het Bourgondische Rijk. Dat was iets wat we ook al in tijdvak 4 voorbij hebben zien komen toen het ging over die staatsvorming. Die hertogen van Bourgondië die probeerden hun rijk te centraliseren en dus ook die Nederlanden. Nou, er kwam vanuit de Nederlanden verzet tegen, vooral vanuit de rijke Vlaamse handelsteden, omdat die hun privileges kwijt zouden raken. Toch lukte het die Bourgondische hertogen om de centralisatie steeds verder door te voeren. In 1515 gaan de Nederlanden behoren tot het Spaans-Habsburgse Rijk. Aan het hoofd staat keizer Karel V. En hij is de baas over het gebied dat je hier nu op het kaartje ziet verschijnen, wat aangewezen wordt door die pijltjes. En er hoort eigenlijk ook nog het hele Duitse Rijk bij, dat gele gebied dat je daar ziet. Maar dat laat ik even weg, want als Karel V sterft in 1556, dan wordt dat gedeelte van zijn rijk overgedaan aan zijn broer. Een jaar eerder heeft hij het gedeelte dat je hier met de pijltjes aangegeven ziet worden, al overgedaan aan zijn zoon, Philips II. En dan beginnen de problemen voor de Nederlanden eigenlijk pas echt. Want wat is er aan de hand? Nou, hier hebben we die Nederlanden in de 16e eeuw. Dat is niet alleen het huidige Nederland, maar ook een groot gedeelte van het huidige België en Luxemburg erbij. Het zijn 17 gewesten, 17 provincies. En die zijn op politiek gebied altijd gewend geweest om heel veel zelf te regelen. Die hebben eigen bestuur, eigen regels en eigen wetten. En binnen die gewesten zag je ook nog dat de regels van stad tot stad konden verschillen. Aan het hoofd van die gewesten stond de zogenaamde stadhouder, een plaatsvervanger. Die hield namens de vorst Karel V toezicht in die verschillende gewesten. En zoals dus gezegd, ook de adel en de steden hebben nog allerlei privileges, allerlei voorrechten. Op religieus gebied verandert er ook van alles in die 16e eeuw in de Nederlanden. Het protestantisme komt opzetten, in eerste instantie het Luthers geloof en later het Calvinisme. En aan alle zaken die hier nou beschreven staan, proberen Karel V en later Philips II iets te doen. Die politiek die is dus heel erg decentraal, het bestuur verschilt namelijk per gewest en Karel V gaat dat bestuur dan ook centraliseren. Daarnaast zijn zowel Karel V als zijn zoon Philips II fanatieke katholieken. En zij gaan dat protestantse geloof dan ook bestrijden door middel van die inquisitie. Nou, beide maatregelen, die centralisatie en die inquisitie, die zorgen voor een hoop onvrede in de Nederlandse gewesten. En in de jaren 60 van de 16e eeuw komt het tot een uitbarsting als de zogenaamde beeldenstorm uitbreekt. Vanuit West-Vlaamse dorpjes beginnen fanatieke protestanten katholieke kloosters en kerken te vernielen. En die beeldenstorm, het vernielen van die katholieke beelden dus, die breidt zich als een olievlek uit over de Nederlanden. Eerst over Vlaanderen en Brabant en later ook over Holland, Utrecht en andere noordelijke gewesten. Philips II, die op dat moment de vorst van de Nederlanden is, die reageert furieus. En hij besluit dat het tijd is om de hertog van Alva te sturen. En die komt niet in zijn eentje, die komt met een paar duizend soldaten. En hij moet orde op zaken stellen, hij moet die beeldenstormers aanpakken. En daarom richt de hertog van Alva de Raad van Beroerte, ook wel de Bloedraad, op. En dit is een speciale tak van de Inquisitie die echt specifiek gericht is op die beeldenstormers. Nou, en om dat allemaal te kunnen financieren en om zijn leger te kunnen financieren, stelt de hertog van Alva ook nog eens een centrale belasting in, de zogenaamde tiende penning. Nou, dat zijn twee zaken waar de Nederlandse protestanten en bovendien ook een aantal Nederlandse katholieken niet echt vrolijk van worden. En de belangrijkste Nederlandse edelman van allemaal, Willem van Oranje, die besluit op dat moment om uit de Nederlanden te vluchten en hij gaat naar een familieslot in Dillenburg in het Duitse Rijk. Maar dat betekent niet dat hij de Nederlanden vergeet, want samen met zijn broers begint hij plannen te maken om die hertog van Alva uit de Nederlanden te krijgen. Hier hebben we hem, Willem van Oranje. Hij wordt de leider van de Nederlandse opstand die in 1568 begint en tot 1648 zal duren. 80 jaar, en dit is dus ook wel de 80-jarige oorlog. Nou, die begint dus in 1568 tussen een veldslag bij Heiligerlee, helemaal in het noorden van Nederland, vlakbij Groningen, waar legers van de opstandelingen slaags raken met legers onder leiding van de hertog van Alva. En die veldslag die vormt dus het begin van die Nederlandse opstand. Nou, er wordt veel meer gevochten in die Nederlanden. Je ziet dat ook op dat kaartje staan, bekijk dat maar eens rustig. In de eerste jaren van die opstand zijn die opstandelingen helemaal niet zo sterk,
Maar in 1572 gebeurt er bij toeval eigenlijk iets belangrijks. De Geuzen, gevluchte protestanten die nu terugkomen uit Engeland, die nemen het stadje Den Briel in tegenwoordige Zuid-Holland in. En dat is eigenlijk de eerste overwinning, de eerste inname door de opstandelingen. En daarna sluiten steeds meer steden zich bij die opstand aan. Dat zorgt ervoor dat die Spaanse soldaten flink moeten vechten. Maar in 1576 gaat het helemaal mis met die Spaanse soldaten, want ze hebben al een aantal maanden geen loon meer gekregen omdat de Spaanse schatkist bijna leeg is. Wat doen die Spaanse soldaten? Die trekken weg uit het opstandige Holland, waar ze op dat moment aan het vechten zijn, en ze trekken naar de rijke Vlaamse handelsteden zoals Antwerpen en Mechelen en dergelijke. En ze plunderen die steden. Als ze geen loon krijgen, dan gaan ze zelf hun geld wel bij de Nederlandse bevolking halen. Nou, je kunt je voorstellen hoe die bevolking reageert. Ook de mensen die nog niet in opstand waren gekomen, ook de gewesten die zich nog niet bij de opstand aan hadden gesloten, die keerden zich nu tegen de Spanjaarden. En dat gebeurde in de zogenaamde pacificatie van Gent. En de pacificatie betekent de vredesluiting. De opstandige gewesten Holland en Zeeland, want daar ligt echt de kern van de opstand, die sluiten hier vrede met de 15 andere gewesten die nog niet de opstand hadden verklaard aan Spanje. En in Gent zeggen ze nu dus in 1576, wij gaan met z'n 17 in opstand komen tegen Spanje. Als die Spaanse soldaten zich zo misdragen, dan gaan wij er samen tegen vechten. Maar ja, daar worden uiteindelijk de zuidelijke gewesten toch wel een beetje bang van. Want ja, als ze dan tegen die katholieke Spanjaarden blijven vechten, is de kans groot dat zij, katholieke gewesten, uiteindelijk ook protestant zullen worden. En daarom stappen de drie katholieke zuidelijke gewesten uiteindelijk uit die pacificatie van Gent. Zij vormen de Unie van Atrecht en zij sluiten zich weer aan bij de Spanjaarden. Als reactie erop zeggen de overige gewesten, en dat zijn dus voornamelijk de noordelijke gewesten, jongens, blijven wij nog steeds bij elkaar? Gaan wij die Spanjaarden verslaan? Ja, dat gaan we doen. En dat doen ze in Utrecht, dus dat is de Unie van Utrecht die daar gevormd wordt. En 2 jaar later gaan die gewesten en die steden van die Unie van Utrecht nog een stap verder. We hebben gezien bij Calvijn dat hij zei dat je in opstand mocht komen tegen een vorst die niet naar je luisterde op geloofsgebied, die je daarop onderdrukte. En dat is precies wat die Unie van Utrecht nu uit gaat voeren. Zij zeggen dat Philips II, omdat hij hun onderdrukt op geloofsgebied, niet langer hun vorst kan zijn en ze zetten hem af in de akte van verlatingen. Philips II, wij verlaten jou, je bent niet langer onze vorst. Nou, die opstandige gewesten moeten nu op zoek naar een nieuwe landsheer. Er komen een aantal kandidaten voorbij, maar die zijn allemaal niet geschikt. Dus ze besluiten uiteindelijk om zonder landsheer, zonder vorst verder te gaan. En in 1588 wordt de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden opgericht. Dat zijn de 7 gewesten die uiteindelijk de Unie van Utrecht trouw zijn gebleven. En dat is het groene gedeelte dat je hier links op het kaartje ziet. Nou, die strijd gaat gewoon verder, want die opstand die is pas 20 jaar bezig en die zal nog een hele tijd doorgaan. Er is even een hele korte adempauze, of kort, 12 jaar, een 12-jarig bestand, een tijdelijke vrede tussen Spanje en die republiek, maar in 1621 wordt de strijd weer hervat en pas in 1648 wordt er vrede gesloten in Münster. Daar erkent Spanje voor het eerst de Nederlandse onafhankelijkheid, daar erkennen zij voor het eerst de republiek. En Nederland is dan dus officieel een onafhankelijke staat geworden.